Goedemiddag, ik ben Sharon en laat ons aan de slag gaan met een korte oefening voor jouw persoonlijke balans. Om je stress wat te laten zakken en eventjes wat innerlijke rust te voelen in een druk leven. Dus ga ergens zitten waar jij comfortabel en liefst ongestoord een paar minuutjes lang toch kan ademen. Sluit je ogen. En merk hoe je aandacht zachtjes naar binnen glijdt. Wat gaat er allemaal door je heen? Merk je misschien dat er allemaal gedachten op de voorgrond staan? Dat is helemaal oké, okay. Dat is heel normaal. En merk gewoon op waar je geest naar afdwaalt. Misschien zijn er bepaalde gevoelens die op de voorgrond staan. Is er nog een spanning, een boosheid, een irritatie, maar ook een enthousiasme misschien. En wat word je in jouw lichaam gewaar? Je voeten die misschien op de grond rusten. Je benen. Zitvlak. Romp. Armen. Handen. Nek. En hoofd. Zijn er bepaalde plaatsen die je aandacht vragen, waar je misschien pijn of ongemak ervaart? Of voelt je lichaam vrij ontspannen en goed aan in dit moment? En merk dan op hoe je ademt. Hoe je inademt, mogelijk door je neus. En hoe je weer uitademt. In. En uit. In. En uit. Eventueel kan je een hand op je buik plaatsen. En misschien merk je op als je inademt dat je buik zachtjes rijst. Je hoeft niets bijzonders te doen. Gewoon opmerken wat er wel of niet aanwezig is, terwijl je in- en uitademt. En terwijl je uitademt, gaat je buik misschien zachtjes inwaarts. En zo misschien nog een paar momenten die op- en neergaande beweging van je buik ervaren. Of gewoon inzoomen op de in- en uitgaande stroom van je ademhaling. Als je dat wenst, kan je ook actief zachtjes je buik gaan opblazen als je inademt. En zachtjes intrekken als je uitademt. Als een ballon die gevuld wordt met lucht. Weet dat je zo je ontspanningszenuwstelsel langzaamaan maar zeker activeert. Dat je deze techniek ook kan meedragen in de rest van je dag of tijdens een spanningsvolle situatie. En kan je dan langzaam ook weer je bredere romp voelen. Misschien voel je de adem in je hele bovenlichaam. Misschien je schouders die zachtjes opgaan ook als je inademt. Misschien je handen voelen die al dan niet op je buik rusten. Je benen, je zitvlak.
Beseffen hoe je hier zit, op deze stoel misschien, in dit moment, in deze ruimte. Bedank jezelf dat je deze tijd nam voor jezelf. En stel jezelf misschien de vraag: wat wens ik mezelf nu het meeste toe? En kijk of je jezelf daar misschien iets van kan gunnen doorheen de dag. Nog een prettige dag en bedankt.